Gerda Kobben van Leeuwen, we mogen expres geen mevrouw zeggen. Daar heeft ze een hekel aan. Gerda, wat is de kanker die jij hebt? Ik heb in 2005 een borstkanker gekregen. En ben ik van genezen. En 7 maanden later was die opnieuw terug. En het is een borst geamputeerd. En nu ben ik in mei op controle weer geweest. En toen bleek die helemaal uitgezaaid. In mijn longen, mijn lever, mijn hoofd. En nu is de prognose, ja, einde verhaal. Einde verhaal? Ja. We gaan nu nog proberen om levensverlengend te werk te gaan. Met nog een bestraling en met een behandeling met een chemo. Ja, ze noemen het de magic bullet. Dus die moet die kankercellen maar eventjes aan de kant gaan schieten. Waardoor ik nog een paar maanden kan... Een paar maanden? Is dat 2, 3 maanden? Is dat een half jaar? Ja, mijn man die hoopt het een jaar is. Maar ik zeg, een jaar wil ik niet horen. Maar kan er ook een wonder gebeuren? Kan het anders gaan? Of is dat uitgesloten? Nee. Ik kan niet meer genezen, ik kan niet meer geopereerd worden. Uitgesloten. Dus we gaan nu voor kwaliteit. Ja, ja. En dan zeg je zelf, ik wil geen jaar. Nee, ik wil graag een jaar. Maar daar ga ik zelf al niet meer van uit dat het een jaar zal zijn. Ja. Hoe kijk je dan nu? Van, ga je dan uit van 2, 3 maanden? Of ja, nou, hoe leef je met zoiets? Ik leef altijd met de omstandigheden die om je heen gebeuren. Daar kun je niks aan doen. Het is hoe ga je ermee om? En dan heb ik het voorrecht dat ik heel positief altijd in het leven heb staan. Heb gestaan, ik ben al in het verleden. Nee, ik sta nog in het leven. En, ja, en dan ga je gewoon je goede punten daaruit halen. En wat kan ik nog voor leuke dingen meemaken? Nou, onder andere, dit is gewoon een hele mooie afsluiting van mijn leven. Omdat ik al 3 jaar daarvoor aan het vechten ben. Ja, want je bent hier niet voor niks. Je hebt een boodschap, hè? Ja. Wat is die boodschap? Ja, dat je, ondanks dat je kanker hebt, kun je gewoon doorleven. Op een hele fijne manier. Laat mensen toe. Neem mensen mee in jouw proces. Waardoor ze ook begrijpen waarom je soms ook verdrietige dagen hebt. Of boze dagen. Of niet helemaal begrijpbaar voor mensen. Ja, maar jullie zijn enge mensen, hè? Voor ons gezonde. Snap je wat dat ik heb bedoel? Ik vaker wel ervaren. En ja, daar wil ik eigenlijk een kentering inbrengen van mensen, ga gewoon en deel het verdriet maar. Of deel het plezier. We hoeven niet bang te zijn van jullie verdriet. Nee, het is niet aanstekelijk. Hè? Ik ben niet besmettelijk. Hè? Het zit in mijn leven, niet in dat van jou. Ja, maar dat is wel wat je veel ervaren hebt de afgelopen jaren. Met alles wat je al hebt meegemaakt. Ja. Dat mensen het eng vinden om je te benaderen. Ja, en dat maar moet veranderen. Doordat ik zo open was, heb ik dus ook heel veel mensen die nu zeggen, ik ben zo blij dat je ons daarin mee hebt genomen. Want wij staan nu heel anders tegen mensen met kanker. We durven ze nooit te benaderen. We durven ze te vragen, hoe is het met je? Want het is geen rare vraag. En je zegt, ja, het is niet goed met mij. Maar op dat moment gaat het wel goed. Want dan hebben mensen aandacht voor je. Je kunt je verhaal kwijt. Je kunt lachen. Het gewoon normale leven door laten gaan. Dat is heel belangrijk. Wat wil je tegen die mensen zeggen? Stel je voor, kijk mij maar eens in de ogen. En zeg maar eens tegen mij van wat je tegen iedereen zou willen zeggen. Die bang zijn. Van mensen die doodgaan. Ja, dan moet ik een heel lelijk woord gaan noemen. Mag dat? Je mag mij alles zeggen. Laat je er niet onder krijgen door die kutkanker. Sorry dat ik het zeg. Ik mag het niet zeggen voor mijn man. Maar ik ben een bossenaar. Ik hou van dat woord. Dus, ja, maar zo werkt het wel. Je moet gewoon doorgaan met je leven. En ja, geef het maar een plek in je leven. Maar ga door met je leven. Ja. Is je leven nu wel ineens spannender en leuker geworden? Hoe vreemd dit ook klinkt. Ik heb altijd een leuk leven gehad. Maar omdat je nu weet dat het ophoudt. Dat je misschien extra wilt genieten. Extra weet ik niet. Ik geniet gewoon door, laat ik het zo zeggen. En dat zijn vaak van hele kleine dingen. Mensen die onverwachts aankomen. Oh, schuif lekker aan, lekker eten. Gewoon de normale dingen die andere mensen als normaal ervaren. Die ga je misschien wel als speciale zien, ja. Ja. Gerda, dat is een feit. Mogen we jou heel erg hartelijk bedanken. Graag gedaan. Het was de eerste keer dat ik je gesproken heb. Hoogstwaarschijnlijk ook direct de laatste keer. Ja. Maar ik vond het wel een heel fijn gesprek. Super. En ik ga zo door inderdaad, maar dat hoef ik niet tegen jou te vertellen. Hè? Nee, ik ga gewoon door. Hè? Jij gaat gewoon door. Dat gaat, ja. Dankjewel. Ik hoop dat het ook een mooi kaartje en een fijn kaartje voor je wordt. Zeker te weten. Dank je.